Universiteit van Nederland. Wist je dat als jij griep hebt, jouw gedrag wordt beïnvloed door het griepvirus? Die zorgt ervoor dat jij gaat niezen. Via al het rondvliegend vocht en snot verspreidt dit virus zich van mens tot mens en zo blijft het in leven. Dat zie je vaker in de natuur. Dat een virus of een ander soort parasiet de controle overneemt over het gedrag van zijn zogenaamde gastheer. Niet lang geleden ontdekten wetenschappers bijvoorbeeld het zogenoemde zombie-lieveheersbeestje. Een sluipwesp spuit een eitje in de buik van zo'n nietsvermoedend lieveheersbeestje... en terwijl die larve groeit en zich van binnen naar buiten eet... neemt een virus de controle over, over het minibrein van het lieveheersbeestje. Zodat dit beestje, de larve die hem aan het opeten is ook nog eens gaat beschermen. Die west die gebruikt eigenlijk dat virus als een soort biologisch wapen om dat gedrag van dat lieveheersbeestje te manipuleren. Het virus maakt van het half aangevreten insect een soort horror bodyguard. Hoe dan? Je denkt altijd van nou, virussen zijn heel klein, die kunnen niet zoveel, maar het is verbazingwekkend hoeveel ze eigenlijk kunnen. Dit is Vera Ros van de Wageningen Universiteit. Zij bestudeert bij insecten welke bizarre technieken virussen gebruiken om hun brein binnen te dringen en daar de boel over te nemen. Virussen we kennen we natuurlijk als iets wat ons ziek maakt, maar het kan hele fascinerende dingen doen, zoals gedrag veranderen. En dat gaat echt heel ingenieus. En we weten eigenlijk niet precies hoe dat werkt. Dat is ook een deel van het onderzoek wat ik doe. Hoe kunnen virussen nou gedrag manipuleren? Maar we zien wel dat ze dat heel gedetailleerd kunnen eigenlijk. En, en ja, dat is wel heel bijzonder. Vera bestudeert het baculovirus, dat rupsen ertoe aanzet om hun dood tegemoet te klimmen. Die rups die, die eet zo'n virus, dat zit dan op een plant en die virus die infecteert de darmen van die rups en verspreidt zich uiteindelijk door die hele rups heen en die rups verslijmt uiteindelijk helemaal. Dus dat wordt eigenlijk een soort papje, een vloeibaar papje en dat zijn eigenlijk dan alleen nog maar virusdeeltjes, er is dus eigenlijk geen rups meer over. Maar voordat die rups verslijmt, Wordt die eigenlijk aangedreven om omhoog te klimmen? Dus die rups die wordt hypermobiel. Die gaat veel meer lopen dan ongeïnfecteerde rupsen. En die klimmen omhoog uh, de plant of, of bomen in, naar het licht toe. En gaat daar dood en verslijmen. En in het Engels heet dat treetop disease. Dat was ooit in de late 19e eeuw al waargenomen. Dat ze allemaal rupsen zagen hangen in bomen. En het idee is dat hoe hoger die rupsen zitten. Hoe verder dat virus verspreid wordt. Dus als je hoger in een plant zit, dan door wind en regen. kan dat virus verspreid worden over een groot deel van de bladeren van die plant. Hoe meer verspreid, hoe meer uh, nieuwe, gezonde rupsen dat kunnen eten en ziek kunnen worden. En dat worden dan ook een soort zombies? Ze zijn eigenlijk onder controle van een virus. die zorgt dat ze bepaald gedrag vertonen. En dat, ja, dat, dat kan je zombiegedrag noemen. Oké, okay, dat klinkt als een vergaande, maar ook doeltreffende tactiek van een virus om zich te verspreiden. Een andere parasiet die met verfijnde methodes gedrag kan beïnvloeden... is toxoplasma. Dat is wel een heel interessante parasiet... die uh, veel voorkomt bij katten bijvoorbeeld. Als je zwanger bent moet je ook altijd oppassen... dat je met handschoenen in de tuin werkt en je kattenbak leegmaakt... omdat het ook gevaarlijk kan zijn voor je, voor je nageslacht. En hij komt ook veel in muizen en andere knaagdieren voor. En wat je ziet is dat als muizen geïnfecteerd zijn met toxoplasma, dat ze minder bang zijn voor katten. Dus die komen zelfs soms naar katten toe. Toxoplasma die verandert dat gedrag van die muizen, zodat ze sneller opgegeten worden door katten. Toxoplasma is een parasiet die meerdere verschillende gastheren nodig heeft. Dus ze plant zich aseksueel voort in muizen en ook in vogels bijvoorbeeld. Maar de seksuele vorm van voortplanting van die parasiet, die vindt in katten plaats. Katten zijn de volgende gastheer. Dus eigenlijk worden muizen helemaal ja, omgezet, zeg maar, zodat ze hun angst voor katten verliezen. Dus een vrij rigoureuze gedragsverandering. Je ziet dus dat heel veel virussen gedrag manipuleren. Heel veel insecten, een aantal mooie voorbeelden. En de vraag is natuurlijk die daar een beetje onder ligt: die vraag krijg ik ook vaak gesteld. Van, kan dit ook bij mensen gebeuren? Wat we bijvoorbeeld weten, is dat er een aantal virussen zijn die ook het zenuwstelsel binnen kunnen bij mensen. Um, een heel mooi voorbeeld van virus wat gedrag kan manipuleren is het rabiesvirus, dus het virus wat hondsdolheid veroorzaakt. Je ziet bijvoorbeeld als zo'n virus in, in honden aanwezig is, dat honden agressiever worden, meer bijten, meer speeksel produceren, en als je dus meer speeksel maakt en meer bijt dan uh, verhoog je ook weer de kans om dat virus door te geven. Dus dat wordt, tijdens zo'n beet wordt dat doorgegeven. Dus als jij zo'n hond kan aanzetten om agressiever te worden en meer te bijten... dan is voor zo'n virus het voordeel dat hij meer verspreid kan worden. En dat zie je dus ook gebeuren. En ons hondsdolheid kan ook ja, in mensen infecteren. In mensen weet je ook dat mensen die echt rabische infecties krijgen... dat die ook verhoogde speekselproductie krijgen. Dus in die zin kan ook het mensengedrag dan aangepast worden. Maar hoe krijgen parasieten als rabies, toxoplasma en het baculovirus het voor elkaar om het gedrag van een ander wezen te beïnvloeden? En dat er vaak dodelijke boodschap als: hé hey, muis, loop naar die kat toe die jij gaat opeten. Of hé hey, rups, klim naar het topje van deze boom om te sterven. Dat deze boodschap ook echt doordringt in het brein van zijn muis of rups. En dat die vervolgens ook geen weerstand meer kunnen bieden. We weten daar nu een klein beetje van. Maar heel veel ook nog niet. Ze zijn echt onderweg om dat beter te begrijpen. We weten hoe dat virus die rupsen binnenkomt. En wat we zien is dat het virus een enzym aanmaakt. Wat uiteindelijk tot die gedragsverandering leidt. Dus we zien dat als dat enzym geproduceerd wordt, je uiteindelijk hyperactieve rupsen krijgt. En wij kunnen dat virus zo veranderen dat we een virus krijgen wat niet meer dat enzym maakt. En als we daar de rupsen mee infecteren, dan vinden we dat dat, dat dat gedrag verdwijnt. Dus we weten dat dat enzym echt aan de basis ligt van die gedragsveranderingen. En wat wij nu proberen te achterhalen is van dat virus maakt dus een enzym aan. Maar wat doet dat precies in die rupsen? Dus dat enzym bindt aan iets uit die rupsen, wat uiteindelijk een hele schakelketen in gang zet, wat uiteindelijk tot gedragsverandering leidt. En die proberen we te ontrafelen. Dus we proberen te. Achterhalen ja, wat voor cellen in de hersenen gaan ze eigenlijk inzitten en wat doen ze daar. Dus maken ze daar ook bepaalde stofjes aan, die uh, weer stofjes reguleren in die insecten, wat tot gedragverandering leidt. Dus dat proberen we echt tot in detail te weten te komen. En ja, gaandeweg proberen we die stapjes te begrijpen en te ontrafelen. Uh, maar dat is nog iets waar we mee bezig zijn. Uiteindelijk ja, laat dat ons dus zien hoe een virus gedrag kan ver veranderen. Maar door te begrijpen ja, hoe dat virus dat doet en hoe geavanceerd dat in elkaar zit... leren wij ook tegelijkertijd ook heel veel over de neurale aansturing van gedrag. Hoe kan een insect uh, bewegen en klimmen en hoe werkt dat precies? En zelfs met insecten zijn er ook veel parallellen te maken naar zoogdieren, naar mensen. Dus we leren ook meer over... Die basis aansturing van, van gedrag. Hoe gedrag werkt, om het maar zo te zeggen. Virussen die gedrag kunnen veranderen bij insecten... kunnen misschien ook helpen bij het ontrafelen van mysteries over onze hersenen. Ja, zeker. Die kunnen ons heel veel leren. Ja. Ze hebben een code gekraakt die wij mensen nog niet kennen. Dat klinkt slim. Het is natuurlijk niet zo dat daar een, een virus zit die achter zijn oren krabt... van nou, hoe ga ik dit eens even doen? Dat virus is niet een denkend wezen... Maar het gaat op die manier te werk, doordat het zo geëvolueerd is over de tijd. Voor een virus is het belangrijk zich zoveel mogelijk te vermenigvuldigen en om zich te verspreiden. En om die verspreiding te verhogen, leveren die gedragsveranderingen dus een voordeel op. Dus zo is dat nou ja, natuurlijk stapsgewijs steeds meer, ne ja, neemt zoiets toe in de populatie. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe natuurlijke selectie werkt. Dus wat je ziet nu is een product van miljoenen jaren aan evolutie. En ook al weten we nog lang niet alles over hersenkapende mind-controlling parasieten, zoals het baculovirus, we kunnen al veel met de kennis die er nu is. Wat wij hier ook mee willen, is aan de ene kant uh, meer weten komen over gedragaansturing, maar ook te laten zien hoe. Fascinerend eigenlijk de wereld van insecten en van virussen en andere parasieten is en hoe complex dat in elkaar kan zitten. Je hebt dus gezien dat er hele mooie voorbeelden zijn. Ik vind het zelf altijd verbazingwekkend van hoe uh, ingenieus de natuur in elkaar zit. Wat kunnen wij daaruit leren over gedragsaansturing, maar bijvoorbeeld ook uh, bij het gebruik van virussen voor biologische bestrijding, uh, wat een hele natuurvriendelijke manier is om insectenplagen te niet te doen. Bakelavirussen worden ingezet in de katoenteelt, bijvoorbeeld, in de sojateelt. En als je dat beter kan aansturen, doordat je weet wat die virussen doen met het gedrag van insecten, dan kan je daar ook verder op inspelen. Dank je, Vera. Nou, ik heb zelf even opgezocht hoe klein virussen nou eigenlijk zijn. In één druppel zeewater passen bijvoorbeeld al meer dan 10 miljoen. Hoe kan zoiets kleins tegelijkertijd zo geavanceerd zijn? Wil je meer over ze weten? Dan kun je doorscrollen naar aflevering 604. Waarom kom je nooit van je koorslip af? Leuk dat je luisterde en tot de volgende!